we hebben een enquête opgesteld voor de taxichauffeurs. En daar hebben meer dan 200 chauffeurs op gereageerd. Dus dat is een fix aantal. We hebben hier het rapport waar jullie zelf aan hebben meegewerkt. Door het te helpen de vragen op te stellen. En door het bij de collega's te verspreiden, zodat er flink is ingevuld. Echt de chauffeur aan het woord. Alsjeblieft, Gerrit. Ja. Wij waren verbaasd dat 100% zei, er zijn gewoon te veel taxis op de weg. En verder geeft men aan dat ze wel 1/3 erop achteruit zijn gegaan in inkomen. En dat ze dus ook meer uren zijn gaan werken om nog een beetje een fatsoenlijk inkomen te hebben om het gezin draaiende te kunnen houden. Ja, ik doe het zelf ook al 36 jaar. Ik probeer gewoon alle zeilen buiten te zetten om toch mijn gezin te kunnen blijven onderhouden en mijn huur te kunnen blijven betalen. Dus dat is een groot probleem. Maar daarnaast, de klant is er ook niet bij gediend. De kwaliteit zakt naar beneden. Ja, wij hopen eigenlijk... Ja, willen wij dat er gewoon, net zoals in elk ander normaal beschaafd land, wordt gekeken naar het aantal taxis ten opzichte van het aantal inwoners. En als je dat tegen elkaar afzet, dan hebben wij gewoon veel te veel taxis. En wij hebben dat in Amsterdam, dat probleem, maar het verschuift zich ook naar andere grote steden. Hier geven dus de samenvatting van de enquête onder taxichauffeurs in Amsterdam. En wat voorstellen die wij gaan indienen in de Tweede Kamer en aan de wethouder. Ik heb nu een voorstel gemaakt wat ik hier in Amsterdam ga indienen. En dat komt er eigenlijk op neer dat de taxiorganisaties en Uber aan dezelfde regels moeten gaan voldoen. Een hele belangrijke is dat wij vanuit Amsterdam mogen zeggen dat er een maximum aantal vergunningen wordt afgegeven. En in de Tweede Kamer ga ik in debat met de staatssecretaris die over de taxis gaat, de staatssecretaris Dijksma. En dan kunnen we discussiëren of zoiets tot een wijziging van de taxiwet moet leiden. Of dat het iets is dat Amsterdam moet doen, dan kan zij het niet doen, maar dan is dat tenminste duidelijk wie wat kan doen. Want wij zoeken natuurlijk al maanden naar een ingang dat mensen naar ons luisteren, want dat is het probleem. Maar wij zijn ontzettend blij dat de SP dat opgepakt heeft.